Ja, Jan, jij draagt je bekendheid als voetballer mee, hè? Ja, maar dat heb je ten eigen gesteld, dat is ook niet veel voor, denk ik. Ik denk dat je dus resultaten moet halen en daar ook wordt op beoordeeld. Dus op het moment valt het dus mee, maar daar gewoon wat afwachten. Daar is de tegenaanval van Lokerweg. We zijn in de 18e minuut, nog niet één keer echt gevaar. Leo van der Elst voor Smet. 4-3, Leo van der Elst. Als hij een gat ziet, dan zal hij aanleggen. Doet hij ook, mooi! Danny Don in gevaar, eerste keer dat Eendracht Aalst in de buurt komt van Don. Smet, mooie schijnbeweging van de beelden zo. Kreeg Smet een vrije ruimte. Met zijn vieren klaar om de voorzet te overnemen. De Wilde en doelpunt. Ja, ja. Doelpunt in de lucht. Maar wat een schitterende, splijtende actie van Eendracht Aalst. 1 minuut nadat Danny Don dat kanonschot van Van der Elst moest stoppen. Deze fase. Smet door op links. Heeft de keuze. En wie speelt hij aan? Het is Gilles de Wilde. Topscorer in tweede klasse. Zijn 12e doelpunt. Hij brengt Eendracht Aalst op 1-0. En Lokeren moet nu wat tegen doen. Erg voorzichtig tot nog toe, maar dat kan niet blijven duren. Soumiala. Goed gedraaid, voorzet. Ja, ja, mooi hoor. En wordt dat een doelpunt? Nee, nog niet. Twee keer op de lijn, nog niet. En dan tegen de paal. Maar de grensrechter heeft de bal over de lijn gezien. Ja, ja, Eendracht Aalst staat er echt verstomd bij. Hier komt nog eens de fase. Rudy Hoes heeft het goed bekeken. Duel met Hans de Schrijver. Bal over de lijn of niet. En dan nog een keer. En nog eens proberen. Maar intussen heeft de grensrechter gezwaaid. Scheidsrechter Schelings geeft de goal. Het staat 1-1 na 32 minuten. Doelpunt van Rudy Hoes. We zijn in de 7e minuut van de tweede helft. Eendracht Aalst is nu voorzichtig gestart. Lokeren mees bij de bal. Vrij trap Nauts. Het hoofd van 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 Beek. De voet van Hoes in het zijn het. Een verwittiging voor Eendracht Aalst. Van Van Beke rond Kanu, net ingekomen voor Murru. De beelden, dat is goed. Van Van Beke kan die aanleggen. Doet hij en nu al de tijd om te scoren. En alweer ligt Danny Don in de weg. Een monument in het doel van Lokeren, Danny Don. Het blijft 1-1. Van Van Beke in duel met Mols. Leo van der Elst, er vallen nu gaten, want de vermoeidheid begint te spelen. En daar Timmerman door, kan die doortrekken, ja. En daar weer Danny Don, ja, ja. Peter van Van Beke, voorzet, niet bij Krenzevic. De Wilde, tijd om te schieten, doet dat ook. De vuisten van Don. En kijk maar eens wat Krenzevic laat liggen. Het mag niet zijn. Don, goede redding. En dan meeval dat Krenzevic de kans laat liggen. Eendracht Aalst, Lokeren 1-1. Of moet ik zeggen, Eendracht...